In 2018 gaat het CWF Cycling Team uit Ophemert zich volledig richten op het Alpe d'Huez evenement dat op 7 juni van dit jaar plaats zal vinden. Met het geld dat met dit evenement wordt ingezameld, dragen ze bij aan projecten die uiteindelijk de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben of het in de toekomst krijgen. Het wielrenteam kwam zondag 28 januari bij elkaar om het een en ander te bespreken. We zijn het CWF-team, het Care Welfare fietsteam. We zijn een groep van mensen hieruit op Hemert en directe omgeving die sporten, lopen en fietsen voor het goede doel. Daar zijn we 5 jaar geleden mee begonnen met dit team. En toen zijn we ook naar de Alpe d'Huez geweest. En nu willen we eigenlijk weer op herhaling naar de Alpe d'Huez. Alleen in een iets andere vorm. Toen was het team allemaal deelnemers. Nu hebben we maar 3 deelnemers. Leen en de kinderen Danique en Ralf. En wij gaan als team mee om te ondersteunen. Omdat alleen de 3 deelnemers zijn voor de sportieve prestatie op de Alp, hebben anderen besloten om naar de Alp toe te fietsen in 4 dagen. Gezamenlijk wel als doel om het geld op te halen voor het goede doel. Maar de sportieve prestaties zijn even gesplitst in dit geval. Maar met elkaar wel voor de financiële bijdrage voor het KWF gaan we met z'n allen voor. In de voorbereiding naar het beklimmen van de Alpe d'Huez zijn er verschillende evenementen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijdingsfonds. Eén daarvan vindt plaats op 25 maart. 25 is het getal wat hangt aan mijn Alpe d'Huez dit jaar. Vandaar dat ik op 25 maart in Varik in Toevershof met 5 vrienden. En toevallig is de adres van Toevershof Walgestraat 5. En daar speel ik met 5 vrienden. Dus 5 keer 5 is opnieuw 25. Speel ik met 5 vrienden een concert. Ik ben muzikant van beroep. En ik wil iedereen die daar naartoe komt meenemen op een reis, zeg maar, de berg op. En die kaarten kosten natuurlijk €25 op 25 maart in Toevershof. En er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar. Want het startbedrag voor iedere deelnemer op Alpe d'Huez, het streefbedrag, is €2500. Dus vandaar dat wij €25 100 kaarten gaan verkopen om zo €2500 op te halen om in ieder geval 1 van de 3 van de familie Boltjes voorzien te hebben van het startbedrag. Nou, de kaarten zijn sowieso online te vinden of te reserveren via onze Facebookpagina. Als je zoekt op CWF Cycling Team, dan kom je er automatisch. Mijn naam is Vincent Verlent. Daar kun je ook altijd via Facebook iets vinden. En William en Ina hebben een autobedrijf in Ophemert, autobedrijf Willekes. En daar zijn ook altijd kaarten te vinden. En anders bij een van de teamleden, trek ze aan de jas, dan komt het zeker goed.